Globalisering is, als je het zo zegt, is denk ik uiteindelijk de doodsteek voor het midden- en kleinbedrijf, maar dan ook over de hele wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Pankras Pauw, oprichter en voorzitter van Be United en tevens bestuurslid van coronaclaim.nl. Dag Pankras, welkom. Dankjewel. De directe aanleiding voor jouw uitnodiging betreft een oproep van de werkgevers met betrekking tot de nieuwe coronawet, om daar toch vooral ook coronapas in op te nemen. Ik was wat verbaasd. Ik dacht, ik ga eens kijken of dit nou breed leeft bij de werkgevers. Hoe heb jij dit bericht ontvangen? Je leest het 's ochtends in de krant en op het internet en op social media zie je dat het ongelooflijk explodeert. Ja, stelling van de dag bij BNR. Stelling van de dag bij BNR. En een aantal van onze leden waren ook inbellers bij BNR. En ik had ook zoiets van, maar waar komt dit vandaan? Want als ik met leden praat, is juist dat wat ze niet meer willen. Ook vanuit coronaclaim.nl, de gesprekken die je daar met ondernemers voert. De financiële schade die ze hebben, de organisatorische schade, de persoonlijke, het leed wat sommige ondernemers is aangedaan. Dan denk je, dat kan niet waar zijn dat een ondernemersclub, een club die zegt ondernemers te vertegenwoordigen, zegt van ja, nee, moeten we in de wet opnemen. Dus ik denk, nou, dat kan niet kloppen. Dus wij hebben, daarna zijn we donderdagmiddag zijn we zelf begonnen en hebben we vrijdag ook afgerond met een steekproef bij 200 van onze leden. Die hebben we gewoon gebeld met een aantal vragen. Waaronder met name van, zou je dat terug willen? En zo ja, waarom en waarom niet? Ja, misschien even voor de kijker die jou niet kent. Of Be United niet kent. Wat is Be United voor iets? Want je zegt onze leden. Wie zitten daarbij? Hoeveel mensen gaat er? Be United is een club met inmiddels zo'n kleine 40.000 zelfstandige ondernemers als lid. Mm-hmm. En we bestaan sinds 2013. En we zijn juist opgericht omdat wij vonden, de oprichters dan, en met name vanuit mezelf geïnitieerd, en de bankencrisis was daar de grootste aanleiding toe. Daar kom je erachter dat ondernemerschap, en met name zelfstandige ondernemers, heel slecht vertegenwoordigd zijn in dit land. Mm-hmm. Die stem wordt niet gehoord. Er zijn, als je het hebt over MKB, een kleine 2 miljoen ondernemers, en dan heb je het over ZZP'ers tot ondernemers met 250, 300 man personeel, maar het is allemaal een midden- en kleinbedrijf. Mm-hmm. En feitelijk is dat niet goed georganiseerd en die belangen daarvan die worden niet gehoord. En die ondernemer zelf, die al zou die gehoord worden, willen horen, dan is het al lastig. En de meeste mensen zijn gewoon met hun werk bezig. Die bij jullie heb je 40.000 leden? Ja. Oké. Okay. En wij doen zo'n 600 events per jaar, mm-hmm, waar die ondernemers met elkaar kunnen communiceren, samenkomen, onderwerpen bespreken, thema's behandelen. Een soort netwerkorganisatie? Ja, ook. Dat is wat ernaast is. Hè. Het is een belangenorganisatie. We hebben loketten waarin je juridisch advies kan krijgen, financieel advies kan krijgen, HR-advies kan krijgen. En we doen ook een aantal netwerkactiviteiten. En wie zijn nou jullie leden van die 40.000? Waar zitten die vooral? All branches. Mm-hmm. Zelfstandig ondernemers, gemiddelde personeelsgrootte, 9 man groot. Oké. Okay. Dat is wat wij nu vertegenwoordigen. Ja, dus het is echt een klein bedrijf. Ja. Nou ja, de grootste hoeveelheid die er is in Nederland. Want alle respect. Dat is maar even om een beeld te krijgen. Ja. VNO, NCW, die zegt te spreken namens de werkgevers. Dus ik neem ook aan dat er wel enig contact is geweest. Nee. Nee? Nee. VNO, NCW is een vereniging waar het grootbedrijf lid van is. Veelal de multinationals van Nederland, die zijn daar lid van. VNO-NCW heeft ook een merk, dat heet MKB Nederland. Daar zitten de bedrijfsverenigingen en de standsorganisaties van een aantal ondernemers. In retail, mm-hmm, of een horeca Nederland. Die zijn dan weer lid op die manier van MKB Nederland. Maar de zelfstandige ondernemer en VNO-NCW, die hebben eigenlijk helemaal niets met elkaar te maken. De leden van VNO-NCW, dat zijn, wat ik zeg, dat zijn echte grote bedrijven in dit land. Veelal multinationals, zoals gezegd. Ja, en daar zitten managers die daar
de boel besturen, daar zitten geen ondernemers. Het zijn wel ondernemingen, ze ondernemen wel iets, maar dat zijn geen ondernemers. Ja, dat zijn natuurlijk heel andere organisaties. Als je het over Shell of een Philips of een Unilever of AXO hebt. Of je hebt het over een timmerbedrijf of een schildersbedrijf. Dat zijn natuurlijk heel ander soort ondernemingen. Nou ja, het is helder dat VNO-NCW wel een behoorlijke stem heeft in het kapittel. En dat denk ik bij het publiek ook wel de indruk is. Oké, de werkgevers die staan op dit standpunt. Hoe gaan jullie daar dan mee om met dat gegeven? Nou, dat is heel lastig. Kijk, MKB Nederland, wat nu een merk is van VNO-NCW, dat was eerst een zelfstandige vertegenwoordigende organisatie van en voor MKB'ers. Dat is uiteindelijk min of meer te zielen gegaan en het actief is overgenomen door VNO-NCW. Waarom is dat te zielen gegaan? Nou, ik denk dat, zeg maar, als je het hebt over zelfstandig ondernemerschap, dan ligt de nadruk bij dat soort type ondernemers op het zelfstandig zijn. Dus die laan zich heel slecht vertegenwoordigen, ze laan zich heel slecht verzamelen, doen heel weinig in gezamenlijkheid. En die zijn gewoon voor zichzelf bezig met hun eigen zaken. Met hun eigen dingen, met hun eigen personeel en met alle problemen en leuke dingen die erbij horen. Maar die zijn niet bezig met politiek bedrijven. Die zijn niet bezig van, laten we de kop eens bij elkaar steken om te kijken hoe we beter onze rug kunnen dekken. Nou, dat doet zeg maar het grootbedrijf, in ieder geval een multinational, die heeft voldoende financiële slagkracht om juristen in dienst te nemen om te zorgen dat het wel gebeurt. Dus daar zit, dat is een hele andere dynamiek, een hele andere manier van met elkaar omgaan. En ik denk dat dat de reden is geweest dat MKB Nederland uiteindelijk het niet meer zelfstandig kon redden. Wij zijn in 2013 gestart. Want hoe doen jullie dat dan? Nou, wat je moet doen is zorgen dat je dingen brengt waar die ondernemer wat aan heeft. Dus wij hebben allemaal events waar we allemaal kennis overdragen, kennis brengen. We zorgen voor verbinding, dat ze met elkaar een aantal zaken kunnen doen. En dat is de crux waar wij mee bezig zijn. Maar ik heb tegelijkertijd wel het idee dat juist dat kleinbedrijf ook wel allerlei, laten we zeggen, kleinere netwerken heeft waarin ze met elkaar optrekken. Ja, maar dat is dan vaak om een klus te doen, om een activiteit te doen. Ja, ja. En dat zijn er 5 of 6 mensen die semi-coöperatief een aantal opdrachten kunnen oppakken of aangaan. Ze zitten dus heel erg bijna op hun werk. En kijken van daaruit wat is er nodig en met wie trekken we op. Welke telefoonnummers zitten er in mijn... Ja, klopt. Ik zeg ook altijd, zelfs in een winkelcentrum is het al heel lastig om die ondernemers in hetzelfde winkelcentrum dezelfde neuzen dezelfde kant op te laten krijgen om te zorgen dat het winkelcentrum er goed bij staat. Ja. Zelfs daar zie je al dat ze vinden, ja, dat is niet mijn probleem, want ik ben met mijn eigen bedrijf bezig. Nou, dat is kenmerkend voor het zelfstandig ondernemerschap. En dat is op zich lovenswaardig dat men er allemaal zo in staat. Willen ook vaak helemaal niet geholpen worden, willen gewoon het zelf doen, want daarvoor zijn ze ook begonnen. Alleen als er druk op komt te staan, ja, dan blijkt dat je toch wel heel weinig kan doen als je in je eentje zit. Ja, maar dan maak je natuurlijk ook kwetsbaar. Ja, behoorlijk. Zeker waar het gaat om regelgeving, waar het gaat om lobby's, waar het gaat om eigenlijk de behartiging van je belangen dus. Sta je dus een stuk zwakker dan die grote ondernemingen die daar eigen afdelingen voor hebben, communicatie, medewerkers, juristen. Van alles en nog wat hebben die grote bedrijven in dienst om dat deel van het ondernemerschap of van de onderneming om dat goed te laten floreren. Nou, betekent ook dat, zeg maar, als je kijkt naar VNO-NCW, want dat was in feite de vraag, dan zie je dat de lidmaatschapgelden best wel groot zijn. Maar ook daar geldt dan voor dat ook daar men weer bij elkaar komt om zaken voor die grotere ondernemers goed te regelen. En op de een of andere manier vinden wij dat kennelijk heel belangrijk. Worden wij ook heel vrolijk van dat soort schaalgroottes. Hè? Ik bedoel, iedere dag wordt nog steeds de beursnieuws verspreid. Vinden we kennelijk ook heel belangrijk. Maar als je het hebt over de BV Nederland en je kijkt naar werkgelegenheid, zorgen die grote bedrijven nog voor minder dan 1/3 van de werkgelegenheid in dit land. De werkgelegenheid zit hem juist bij die bedrijven die niet georganiseerd zijn. Dus daar gaat iets niet goed. Als je vanuit politiek daarnaar kijkt, er is geen enkele politieke partij in Nederland die een paragraaf heeft, hoe gaan we om met MKB? Niet. Het zit allemaal onder economische zaken.
En daar wordt gekeken naar VNO-NCW. Maar die hebben helemaal geen directe invloed op wat midden- en kleinbedrijf doet. En daar zit de creativiteit, daar zit de inventiviteit, daar worden dingen bedacht. En ja, het is toch denk ik wel breder gevoeld. Hè? Iemand als Hans Biesheuvel, die is ook wel eens hier aan tafel geweest, die is natuurlijk ook zelf begonnen. In reactie op VNO, NCW of MKB, maar die zit weer ergens anders, begrijp ik. Nou ja, Hans is inderdaad voor zichzelf begonnen, maar Hans was de laatste directeur van MKB Nederland toen dat nog een zelfstandige eenheid was. Okay. Dus Hans is of mede verantwoordelijk geweest voor de overdracht naar VNO-NCW, of heel zwart-wit de oorzaak geweest van de overdracht naar VNO-NCW. Over de personen gaan we het hier niet hebben. Nee, daarom. Je hebt in ieder geval sinds 2013 actief in die wereld. Ja. Je hebt je ook tijdens de coronacrisis, eigenlijk vorig jaar ook nog kritisch uitgelaten over een aantal ontwikkelingen. Nou, nu keert dit weer terug. Hè. Dus dit thema is weer geagendeerd. Ik stond er enigszins van te kijken, ook zowel wat betreft het moment als wat betreft de inhoud van deze oproep. We hebben hier een maand geleden ook een gesprek gehad al ook over de coronawet. Dat is met onder andere met Jona Walk. En daar hebben we toch vrij kritisch ook naar die wet gekeken. Ook wat daar op dit moment in gaande is. Ja. Nou denk je, de werkgevers zitten dus kennelijk aan de kant dat ze dus voor de opname zijn van een coronapas in de wet. Zodat dat instrument eigenlijk makkelijk eruit gehaald kan worden. Tegelijkertijd weet ik ook van ons gesprek vorige keer dat bij jouw achterban, in ieder geval bij BeUnited, toch vrij gevoelig ligt. Kun je eens, hè, want je hebt dus je leden gepost. Ja. Wat zijn dan de overwegingen dat zij er anders in staan dan bij VNO-NCW? Ja, daar kom ik zo even op. Kijk, er is, denk ik, daar hebben we het net al gehad, het verschil tussen het type bedrijf. Ja. Het zou dus kunnen dat de grote multinationals wel voor zo'n coronapas zijn. Of een, in het uiterste geval, werd gezegd. Ja, maar in het uiterste geval, dat zou betekenen dat het bewezen heeft gewerkt in de voorgaande situatie. Nou ja, dat is dus ook, en dat is dus zeg maar het gekke. Precies. Het heeft helemaal niet gewerkt, het heeft alleen maar schade berokkend. Ja. Dus het uiterste geval is iets wat ik al niet snap, maar... Nee, dat heeft mij ook verbaasd. Ik zeg dus ook dat ze uitgerekend hiermee komen op dit moment. Terwijl je denkt, ja, met Omicron werd al duidelijk, zeker in daarvoor ook al, maar des te meer met ook Omicron begin dit jaar, dat eigenlijk al dat soort maatregelen geen enkele zin hebben. Nou ja, ik denk dat er wat anders speelt. En met een zekerheid aan grenzen, waarschijnlijkheid, denk ik dat er wat anders speelt. Europa wil dat heel Europa aan zo'n pas gaat. De Nederlandse overheid, of de Nederlandse regering, heeft begin van dit jaar gezegd, wij gaan dat niet doen, want in Nederland is daar geen draagvlak voor. Maar die druk is er wel. En die grote bedrijven, die zitten door heel Europa heen. De meeste zijn ook lid van bepaalde clubs waar dit soort dingen ook, zeg maar, waar ervoor gepleit wordt. Dus je zit met een Europese overheid, laten we het zo maar noemen, die dit wil. Die grotere werkgevers zitten ook weer al in netwerkorganisaties die dat ook willen. En het kwam mij heel bekend voor wat er nou weer gebeurde. Want we hebben het met 2G op de werkvloer ook meegemaakt. Zei VNO-NCW ook dat de ondernemers dat wilden. En wij hadden toevallig net een onderzoekje gedaan. Ja, dat was 2G, was gevaccineerd genezen. Hè? Dat was dan de groep. Ja, en op de werkvloer. En dan bleek uiteindelijk dat bij ons, dus hadden we net nog geen 80% verleden, wilde dat niet. En wij hebben dat toen dus bij een krant neergelegd. Van, oké, dat is onderzoek, want het verschil is al heel erg groot. Die heeft er een journalist in de tijd op gezet. En toen bleek na 3 dagen duwen en trekken vanuit de journalistiek dat VNO-NCW de leden helemaal niet geraadpleegd had en dat men dit dacht ergens in de burelen van het kantoor. En dat wordt gecommuniceerd, dat wordt opgepakt door de Telegraaf. En dat werd ook breed opgepakt. Uiteindelijk hebben ze dat ingetrokken en 2G op de werkvloer is nooit gekomen. Ik denk, als ik daarnaar kijk, dat hier weer een vergelijkbare situatie in de gang is. We hebben te maken met een overheid die heeft misschien wel te vroeg geroepen van, nou oké, wij gaan dat niet invoeren. Nou, wat is niet mooier dan dat je dan in één keer werkgevers midden in het soberverband, of dat namens de ondernemers wordt geroepen
Oh, maar wij vinden het toch wel belangrijk dat het in de wet komt. Nou, je wacht 2-3 weken af of de weerstand ontstaat, ja of nee. En het geeft in feite de Nederlandse overheid anders gewoon een legitimatie om te zeggen, nou, de ondernemers wilden het. Dus we hebben het alsnog toch maar in het, noemen ze dat, gereedschapkistje. Ja, ja. Maar het is, bedoel, als je naar de inhoud kijkt van een dergelijke maatregel, het is discriminerend. Het is denk ik volgens mij in termen van mensenrechten ook helemaal niet oké. Ik denk dat in termen van omzet niet oké is. Bewegingsvrijheid die je beperkt van allerlei groepen mensen. Ik begrijp helemaal niet dat een club als VNO-NCW die zegt voor vrijheid van ondernemerschap te zijn. Ja, begrijp ik sowieso niet dat ze zich hier drukker maken. Ze zouden daar juist tegen moeten zijn. Ja, misschien nog even, we komen zo nog een paar punten terug. Maar eerst maar eens die achterban van BeUnited. Want jij hebt dus daar navraag gedaan, van hoe staan jullie daarin? Dus mijn vraag zo even was ook, wat maakt nou het verschil ook, laten we zeggen, qua bedrijfscultuur, tussen jouw achterban en die VNO-NCW? Nou, het is duidelijk dat die grote bedrijven dus vooral zich daar georganiseerd hebben. En waar lopen die kleintjes of die kleinere bedrijven nou tegenaan waar het gaat om zo'n Zo'n maatregel? Ja. Want waarom zijn ze daar dus? Wat was de uitslag bij jouw achterban? Nou, van de 200 ondernemers die in de steekproef gebeld zijn, we in ruim 87%. 87%. Wil dat helemaal niet. En als je dan vraagt, maar waarom wil je het niet? Dan heeft dat te maken met, ja, maar wij willen zo niet met ons personeel omgaan, we willen zo niet met onze klanten omgaan. Daar is de persoonlijke betrokkenheid heel erg belangrijk. Men kent de klanten, men kent het personeel, men werkt al jaren met elkaar. Men wil dat om die redenen gewoon niet. Men beschouwt ziek zijn, ziek worden en dat zijn normale risico's. Mm-hmm. Daar zijn dat soort maatregelen niet voor nodig. Een grote organisatie en een CEO van een of ander beursgenoteerd bedrijf. Ja, ik denk dat je nog ineens als een personeel kent, laat staan dat hij zich. Ja, dat wordt gewoon de generieke maatregel die wordt opgelegd en daar doet iedereen aan mee. En, maar als je met acht schilders werkt of in een timmerbedrijf, dan wordt het een ander verhaal. Eén is misschien van islamitische komaf, van de ander komt wellicht uit een, uit de provincie. Of weer een ander die zegt van nou, ik ben sportief, ik heb geen behoefte aan een vaccinatie. Ja. Maar goed, die werken ondertussen natuurlijk wel jaren samen. Ja. Dus daar zie je veel meer die verbinding en die betrokkenheid onderling. Maar betekent dat die verdraagzaamheid bij dat soort groepen groter is? Ik denk bij dat soort bedrijven, bij dat soort ondernemingen, dat dat daar veel groter is naar elkaar toe. Ook de verschillen, dat veel meer en breder gedragen wordt dan dat men denkt. Ik denk bij het grootbedrijf dat het daar, als ze daar echt serieus naar kijken, dat dat niet anders zou zijn. Maar het grootbedrijf heeft natuurlijk een ander probleem. Die hebben de financieringen nodig, de grootschalige financieringen nodig om hun ondernemingen te runnen. En daarvoor moet je politiek bedrijven en moet je dus, en je hebt soms stukken land nodig of je moet heel veel water uit het IJsselmeer halen om je datacentra te koelen. Maar je hebt dus, je moet politiek bedrijven. En moet je dus meegaan. Maar ze zijn dus ook veel meer bezig met hun imago, zeg je dan. Of, ja. Zodat ze passen bij wat de overheid als moreel juist presenteert. Ja, dat is één. Geldt dat ook voor die andere agenda's, bijvoorbeeld rond woke en zo? Speelt daar zo'nzelfde sentiment bij jouw achterban? Daar is die achterban ook helemaal niet mee bezig. Misschien op individueel niveau wel, maar zeker niet in de breedte. En ik denk ook dat dat komt, en dan refereer ik aan het gesprek wat we hier ook eens gevoerd hebben samen met Ad Gelderlof, hij is een oud CEO, waarbij hij heel nadrukkelijk aangaf dat CEO's of de boardroom directeuren van beursgenoteerde bedrijven, van die multinationals, zijn helemaal niet bezig met waar die onderneming komt, wat dat betekent voor die mensen, wat dat allemaal betekent voor het omveld. Dat vinden ze helemaal niet belangrijk. Het enige waar ze naar kijken is van, oké, welke marge, welke rendementen kunnen we maken? Ja. Dus die zitten daar anders in, omdat hun verantwoordelijkheid ligt niet zozeer bij de mens die voor ze werkt, ligt ook zeker niet bij de mens waar ze in hun tuin aan het werk zijn. Het enige waar ze zich verantwoordelijk voor voelen is de rendementen die ze voor de aandeelhouders kunnen halen. En dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld dan die ondernemer die
lokaal ja. acteert, 7-8 man in dienst heeft en ook nog de lokale voetbalclub sponsort. Die zit op een hele andere manier in diezelfde wereld. Ik denk dat maakt waarom... Ja, ik denk wel eens dat multinationals... Als je kijkt naar de doelstelling van BeUnited, een van de doelstellingen is dat wij naar een andere samenleving willen, waar multinationals gewoon minder dominant een positie in kunnen nemen dan de positie die ze nu innemen. En dat, ik denk dat het ook nodig is, omdat je uiteindelijk anders geen samenleving meer overhoudt. Maar dat is een doelstelling vanuit BeUnited, een geloof wat we daar ook hebben. Maar als ik kijk hoe multinationals nu met landen omgaan en ook in Nederland actief zijn, dan weet ik niet of we daar altijd zo blij mee moeten zijn. En op dit moment zie je dat zelfs van het MKB een derde van wat aan en verkocht wordt jaarlijks al naar het buitenland verdwijnt. Is dat erg? Nee, een ondernemer mag zelf bepalen aan wie hij zijn aandelen verkoopt. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Alleen, zodra het naar het buitenland gaat, komt het betalen van een VPB ter discussie te staan. Komt het betalen van BTW ter discussie te staan. En vraag ik me af of we als Nederland daar wel zoveel beter van worden. Want er verdwijnt best wel veel geld op die manier. Wat nooit meer terugkomt in de samenleving, in welke vorm dan ook. Het is niet zo dat er tafels zijn waar jij samen en jouw achterban in gesprek zijn met VNO-NCW. Nee. Hoe komt dat? Geen idee. Wij hebben, VNO-NCW zou denk ik wel in zoverre een redelijke brug te ver zijn, omdat we te veel verschillen. Ja, maar tegelijkertijd kun je toch zeggen, ook dat groot bedrijf is toch ook regelmatig aangewezen op het klein bedrijf. In de zin van dat zaken worden uitbesteed, dat afnemers kunnen zijn. Ik bedoel, er zijn toch gewoon ook zakelijke relaties. Ja, dat zou je zeggen, maar daarvoor heeft VNO-NCW, denk ik, MKB Nederland ingelijfd en ja, op die manier die link gelegd. Want achter MKB Nederland zijn, en ik, of het er nou 80 of 90 of 102 zijn, standsorganisaties verenigd. En op die manier lijkt het alsof zeg maar het midden- en kleinbedrijf daarmee ook geborgd is. Maar feitelijk heb je daar ook alweer politiek, wat daar bedreven wordt tussen al die organisaties. En is er, bij mijn weten, niet echt een overlegstructuur en een relatie tussen die twee totaal verschillende groepen. Je zou hoger kunnen zeggen van nou, je hebt een aantal kleine vertegenwoordigers in Nederland, vertegenwoordigende partijen, en die zitten in de SER en daar komen we elkaar tegen. Mm-hmm. Maar ook daar zie je dingen die waarvan ik zeg van nou, dat is niet helemaal gewenst. Dan zie je dat ook een VNO-NCW daar ook redelijk dominant is. MKB Nederland idem dito. Daar zitten wat kleinere, zelfstandige ondernemers vertegenwoordigende partijen. Maar die hebben het gewoon slecht. Dat is de reden van, waar we het net over gehad hebben. Dat verenigen is lastig. Dat betalen voor een lidmaatschap is lastig kennelijk voor een MKB'er. Mm-hmm. Dus wat je ziet is dat organisatorisch, financieel, qua huisvesting hebben die kleine vertegenwoordigende clubs vaak VNO-NCW weer nodig om overeind te blijven. Ja. Dan kan je afvragen van wiens woord wordt er uiteindelijk gesproken. Ja, nou heb jij dus tijdens de coronatijd al wat acties ondernomen. Je bent al bezig sinds 2013. Je doet dan ook, zoals vorige week, toch ook eventjes een poll om te kijken hoe dat bij jouw achterban ligt. Ja. Is het nou zo dat de afgelopen jaren het besef is toegenomen dat er toch meer samenwerking dient plaats te vinden laten we zeggen, het type ondernemers waar jij mee te maken hebt? Dat ze gewoon nu wel zich realiseren van nou, er zijn wat ontwikkelingen. Hè, want corona is er één, maar we hebben het bijvoorbeeld ook over de opkomst van Big Tech. Hoe technologie ook in toenemende mate een stempel drukt ook op wat je kunt en wat je mag. Ik kan me herinneren, we hebben vorige keer dat gesprek ook over gehad, dat die hele ontwikkeling rond technologie eigenlijk ook een behoorlijke druk op de kleine ondernemer legt. Dus is dat besef toegenomen? Ik zou willen dat ik daar positiever kan antwoorden, maar dat is dus niet zo. Nee, we hebben dan een callcenter laten bellen. Of vanuit een van onze landelijke partners, die heeft dat gedaan. Maar ik heb zelf van het weekend
op allerlei verschillende plekken met 5 ondernemers gesproken. Eenmanszaak tot met personeel. En van de kapper waar ik dan geweest ben, consultant, toe. Alleen de consultant die aan strategieconsultancy doet van haar, voor haar vak, die was hiermee bezig. En was het ook opgevallen dat VNO-NCW een redelijke positie in had genomen in het, zeg maar, communicatieveld rondom dit onderwerp. Ja, dat is heel succesvol eigenlijk. Hè? Ja, de rest moest lang nadenken en hadden het vaag gehoord, dus niet. En, want men was bezig nog met puinruimen van de vorige keer. En als je dan zegt, nou, maar let dan wel op je zaak, want als dit wet wordt, dan komt het er nog een keer aan. En dan, maar namens wie praten ze dan? Pas dan zie je een soort van weerstand ontstaan. En dan zeggen ze, ja, maar als het weer gebeurt, ga ik niet meewerken. Ik zeg, ja, maar als het wet is, hoe ga je dan niet meewerken? En wat je dus ziet bij dat soort ondernemers, die, ik denk dat de gemiddelde ondernemer in het MKB, die is gewoon bezig met zijn werk en die doet 6 tot 7 uur, is hij daar druk mee. Moet daarnaast nog wat administratie doen. Met een beetje geluk heeft hij wat tijd voor een netwerkbezoek of anderszins. En dat is het dan. En, en die hoopt dat het voor hem goed geregeld wordt. Nou zou die in het verleden vaak VVD hebben gestemd, denk ik, hè? In het verleden. Ja, dat denk ik ook. Waar zitten ze politiek gesproken nu? Of voelen ze zich ontheemd? Ontheemd? Ja? Ze weten het niet. Ze weten het echt niet. En als je dan zegt, ja, maar waarom heb je dan op VVD gestemd? Want dan is het van, ja, dat is toch de Partij van de Ondernemers? En dan zeg ik, ja, maar waar heb je dat dan op gebaseerd? Ja, dat is omdat ze claimen te zijn voor vrijheid. Ja, maar waar zit dan dat ondernemers... Maar jij merkt ook dat bij die groep dat politieke sentiment echt veranderd is. Dat is daar veranderd, maar ze weten eigenlijk niet waar ze wel heen moeten. Ja. Ik bedoel, ik ken een paar redelijk grote MKB-ondernemers die dan zeggen van ja, er is toch geen beter. Als je het dan hebt over, in dit geval onze minister-president. Dan zeggen ze, ja, maar wie zou het dan moeten doen? Nou ja, dat is dan, dat vind ik helemaal een dooddoener. Van ja, we hebben niemand beter. Maar denk ik, ja, maar wie zegt dat er niemand beter is? Maar dat is, dus je moddert maar door, omdat je kennelijk niet in iemand anders een betere toekomst ziet. Maar ik heb de indruk dat, ik weet niet of we het hier wel eens over gehad hebben. Kijk, als je gewoon een stukje terug gaat in de geschiedenis, dan zie je dat in de jaren 50, 60 is de ontzuiling ontstaan, de ontkerkeling is gebeurd. Uiteindelijk zie je dat de opkomst van sociale verzekeringen zijn werk doet. Je ziet dat mensen los zijn van kerk. Maar de overheid lijkt wel de nieuwe kerk te zijn geworden. Want iedereen heeft wel, en ook door toeslagen, één of meer verbindenissen met deze overheid. Is daar min of meer van afhankelijk, in welke vorm dan ook. En wat heeft diezelfde overheid gezegd vanaf half jaren 70? Viel. Het maakt niet meer uit uit welk nest je komt. Het maakt niet meer uit wat jouw achtergrond is. Jij kan alles worden in dit land. Iedereen kan alles worden. Nou, dat is op zich een prima ding. En dat geeft mensen tot op zekere hoogte vleugels. Maar uiteindelijk dat soort individualiseringsdrang geeft egoïsme, geeft egocentrisch gedrag. En dat vind je ook terug bij ondernemers. En kijk op dit moment om je heen. Soms denk ik wel eens dat het niemand nog ook maar iets interesseert. Ja, de gemeenschappelijke zaak. Ja, het samen is uit de samenleving. Ja. En als je dan in dit geval een VNO-NCW hebt die... Daar zit met managers die daarvoor getraind zijn. Ja, dat is eigenlijk een geprofessionaliseerde lobbyorganisatie. Ja. Ja. Versus heel veel kleine ondernemingen met heel veel medewerkers. Ja, maar die eigenlijk allemaal verbrokkeld zijn. Ja. Ja, en die vroeger misschien, wat heb je gehad? Waarschijnlijk bij de katholieken, de protestanten, werkgeversorganisaties. En dat was dan nog voor de polarisering natuurlijk. Ja. Dus, en dat is allemaal losgelaten. Dat is allemaal verdwenen. En dan ben ik blij met dat we inmiddels gewoon in kleine 8 jaar... 40.000 van dat soort ondernemers tot ons mogen rekenen. Maar 40.000 op 2 miljoen, even heel kort de bocht, is ook niks. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, er zijn dan 1 miljoen zijn ZZP'ers van, hè? Ja, denk ik. Hè? Ja, goed. Maar goed, niet dat die onbelangrijk zijn, maar dat is toch wat anders dan die ondernemer met 8 of 9 mensen in dienst. Klopt. Hè, want dat vind ik dan toch meer de traditionele ondernemer. Ik heb niks tegen de ZZP'er, maar want die echt samen met een groep mensen wat opbouwt. Ja, dus we zien eigenlijk
in de politiek, met name dus dat grote bedrijf is vertegenwoordigd. Jij ziet daar Europese of misschien wel mondiale netwerken. Wat voor belang zouden die dan überhaupt hebben om zo'n coronapas te introduceren? Nou, als je het hebt over controle, je hebt het over zeg maar, het kunnen beheersen van allerlei aanvoerlijnen en van dat is één, dus dan kan zo'n pas meewerken. Op het moment dat je een pas invoert en je dat gaat onmiskenbaar effect hebben op het bezoek van winkels, het bezoek van het ene mens aan het andere mens. Absoluut. Nou, dat betekent dus dat zeg maar, die mondiale bedrijven, die met name met hele grote websites en de aanvoerlijnen die weer goedkoper kunnen leveren, gaan daar ook weer een stuk pakken. Dus ik denk dat zeg maar, zo'n pas uiteindelijk alleen maar ervoor gaat zorgen dat als je het hebt over. Je hebt 2.000-3.000 van die hele grote multinationals in de hele wereld. Als ze op die manier al die mensen in beeld krijgen, dan kunnen ze daar ook veel meer voor doen. Ik maak wel eens, en dat wordt niet iedereen nemen dank af, maar het begint er steeds meer op lijken dat wij mensen, gewoon mensen in de straat, een beetje ook beginnen te lijken op de koeien bij een gemiddelde boer met 150 man in de stal met een gele tek om. En op het moment dat die koe maar doet wat er van hem verwacht wordt, krijgt hij hier en daar een beloning. Maar ik heb het wel eens de intensieve menshouderij genoemd. Ja, nou, dat is een mooi woord daarvoor. Maar dat is waar zo'n pas voor gaat zorgen. Ik bedoel, het gaat je uiteindelijk beperken in je reizen. Het gaat je uiteindelijk. En men kan ook alles gaan volgen. Ja, is dat wat we willen? Is dat waar jij zegt dan, dus dat is bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Amazon of misschien hier bol.com, dat die. Die digitaliseringsagenda eigenlijk veel meer zien zitten dan de bedrijf met de 8 timmerlieden, om het zo maar te noemen. De winkelier om de hoek. Nou vind ik het verschil tussen bol.com en Amazon, dat is er ook nog. Hè. Dan is bol.com vind ik een verzameling van. Ja. Dat is eigenlijk een heel groot winkelcentrum waar allemaal kleine ondernemers allemaal hun eigen spullen aanbieden. Amazon vind ik wat anders. Dat is, A, is dat een bedrijf van buiten Nederland? Nee, maar het is wel natuurlijk gewoon die digitaliseringsslag. En je kan zeggen, natuurlijk zo'n coronapas, de QR-codes en een beleid van 2G of 3G of wat het ook mag zijn. Dat hoort natuurlijk wel echt bij die digitalisering van de wereld waarin we zitten. Klopt. En ik zei net al dat we hebben al de afgelopen 20, 30 jaar zijn we drukdoende geweest om het woord samen uit een samenleving te halen. Nou, op het moment dat je met een pas gaat werken, en is gewoon onmiskenbaar het effect dat mensen elkaar nog minder zullen gaan bezoeken, nog minder samen zullen doen, nog meer op internet zullen gaan bestellen. Dus uiteindelijk zal dat ongelooflijk veel effect hebben op de manier waarop wij als mens met elkaar omgaan. Dus dat is voor jou zeg maar het alarmerende van zo'n oproep? Dat je. Dat het een getuigt van een bepaalde druk. Ja, dat is van een lobby die uiteindelijk ook een bedreiging vormt voor jouw achterban. Ja. En daarmee voor eigenlijk het maatschappelijk weefsel. Ja, ik denk dat is één facet. Het andere is dat ik het gewoon helemaal niet begrijp waarom ze het oproep doen. Want dat is. Nee, maar daar hebben we het over gehad. Dat is gewoon al. Gezien de hele ontwikkeling van de coronacrisis is het heel wonderlijk. Omdat het namelijk inhoudelijk niet heeft gewerkt. Ja, wat je natuurlijk zou willen is dat er eerst een fundamentele evaluatie komt van jongens, is dit het allemaal wel waard? Dan moeten we niet juist de volgende keer de uiterste terughoudendheid betrachten om dit soort instrumenten uit de gereedschapskist te halen. Want ze richten meer schade aan dan dat ze goed doen. Bovendien wekken ze valse verwachtingen. Want iedereen dacht, dan hebben we het met dit instrument wel goed voor elkaar. En dat bleek natuurlijk niet het geval. En uiteindelijk heeft de politiek niet voor niets beslist om het te laten zitten natuurlijk dit voorjaar. Nou ja, kijk, een coronapas, ik bedoel, dat is leuk als het. Dat zou nog misschien kunnen werken als het alleen. Leuk is het sowieso niet. Nee, maar het zou nog kunnen werken als het gaat over corona aan zich. Is het ook al heel twijfelachtig. Ja. Maar als je een dergelijke pas introduceert naast de passen die we nu al hebben ter legitimatie van onszelf, om dat moment dat we dat een keer nodig hebben. Dat betekent dat de overheid dus van iedere burger de medische gegevens vast gaat leggen. Nou, als je daar één ding op kan, dan kan ik me voorstellen dat in de toekomst daar ook meerdere dingen op kunnen staan. En ik weet niet of je dat moet willen met z'n allen. Ik zou niet weten waar dat voor nodig is. Maar het is wel grappig wat je zegt, hè? Want
Het lijkt er ook op, zoals ik je zo hoor, dat jouw Be United niet alleen staat voor, laten we zeggen, de belangen van midden-kleinbedrijf, maar ook een soort maatschappelijk hart heeft, een maatschappij-ideaal. Nou, ja, dat zou ik uit kunnen vertalen. Maar als wij 40.000 leden hebben met gemiddeld 9 man personeel, heb je het al over 3,6 miljoen medewerkers. Nee, 400.000. Dus die medewerkers heb je ook al. Dat is wat je heel makkelijk, waar we aan voorbij gaan. Diezelfde ondernemer, die staat ook voor de mensen in de straat. En die staat ook voor zijn sociale omgeving waar hij zijn onderneming gevestigd heeft. En daar is hij ook actief. En ik neem aan dat je ook wel eens over de wereld bent gegaan. Er zijn best wel heel veel plekken waar je de sociale interactie die, althans in Nederland nog plaatsvindt tussen mensen, die is in een hele hoop landen, is dat er helemaal al niet meer, is gewoon weg. En dat is waar je heel langzaam naartoe afglijdt in mijn beleving. Dus ja, het is een samenleving waar je voor staat. En daar zijn ondernemers heel belangrijk voor. Ik denk dat voor een samenleving als Nederland de multinationals veel minder belangrijk zijn als de credits die ze krijgen. Al was het maar, ze zijn er wel. En die merken zijn er wel. Hoe kijken jullie dan naar het beroepsonderwijs? Oh, dat is helemaal een aardige. In mijn jeugd, en dat is best wel wat lang geleden, had je nog de LTS. De LTS en de ambachtsscholen dat soort dingen. En de MTS. En daar leerde je een vak. En had je, als je van de LTS afkwam als 16, 17-jarige, dan ging je naar een bedrijf en dan kreeg je daar nog 1 of 2 jaar nog een interne opleiding. En ja, de leerlingwezen. En dan had je leerling, gezellig meester uiteindelijk. Ja, nou ja, het begint al dat je al geen opleiding hoeft te hebben om een onderneming te mogen starten. Dan zie je dat we, zeg maar, als je het over dat soort opleidingen hebt, hebben we alles een beetje bij elkaar gegooid. Een grote, ja, zijn de ROC's geworden. De ROC's geworden. En ik denk dat daar niet meer zo intensief een vak wordt aangeleerd als in het verleden. En wat helemaal verdwenen is, is dat bedrijven zelf nog weer mensen opleiden. En ik vind het, zeg maar. Nee, want als je het over dat maatschappelijk hebt, dan denk ik dat we daar wel een heel groot probleem hebben. Hè? Ja, daar hebben we de komende paar jaar een heel groot probleem. In het verleden had ik ernstige betrokkenheid bij bedrijven die zich bezighielden met detachering en werkselectie. En uiteindelijk hebben wij in 2004 een keer een marktonderzoek gedaan naar de arbeidsmobiliteit in 2025. Toen al een marktonderzoek gepubliceerd met een boek in het voormalig auditorium van Fortis. Zat helemaal vol. Waarin wij toen al stelden dat er 1,5 tot 2 miljoen mensen tekort zouden zijn in 2025. Afgezet op het jaar 2000 als hoe we het ongeveer toen georganiseerd hadden. Dus de huidige tekorten op de arbeidsmarkt, die zijn helemaal niet zo plotseling, zo gek. Kan niet uit de lucht vallen. En dat heeft zeker niks met corona te maken, wat dat ene spotje op tv iedere keer suggereert in een soort sublimale tekst. Dat is gewoon demografie. En het grootste probleem is nog dat niet alleen in getal verdwijnen er een hoop mensen uit de arbeidsmarkt, maar de 60% tot 65% van de kennis dreigt ook te verdwijnen. En dat gaat de komende 3 jaar hard, per jaar nu 400.000. Niet zo leer. Het is niet alleen vergrijzing. Hè? Het is ook zo dat we als bevolking ook een beetje verzuimen in het reproduceren van onszelf. We zouden 2,1 kind per stel moeten maken en dat is maar 1,4. Dus daar loop je terug. Dus er is gewoon minder aanwas en er loopt nu extra. Ja, en migratie is niet de meest wenselijke oplossing in veel gevallen. Ook voor dat probleem niet. Hè? Want het blijkt dat toch dat de investeringen die nodig zijn en het rendement daarvan eigenlijk een stuk lager is. Nog even los van alle maatschappelijke kwesties die dat met zich meebrengt. Maar het is niet zo dat je met migratie nou simpelweg dat probleem even oplost. Van die ontgroening aan de onderkant. Ja, nee, dat los je niet op door. Bovendien een keer stel je alleen maar uit als het al zou werken. Maar laten we daar een andere keer nog eens verder over nadenken. Even terug. Toch naar die problematiek waar we mee gestart zijn, hè, rond corona.
Je bent ook bestuurslid van coronaclaim.nl. Ja. Wat is dat voor organisatie? Nou, coronaclaim, dat is naar aanleiding van zeg maar, de vorige lockdown en alles wat ermee te maken had. Hadden wij zoiets van, ja, wij moeten eens gewoon gaan inventariseren. Mm-hmm. En dat doen we met een andere bestuurslid, een accountantsorganisatie, OMKB, als ik reclame mag maken daarvoor. En wij proberen op dit moment, of wij zijn drukdoende, met claims in elkaar te zetten van bedrijven die toen subsidie en steun hadden aangevraagd. En dat nu weer moeten terugbetalen, soms 100%. En uiteindelijk zeg maar daar ongelooflijk veel last van hebben. Nou, dat soort claims. Om hoeveel geld gaat het? 20 miljard. 20 miljard, ja. Ja, dat is een hoop geld. Ja. Wat zeg maar eigenlijk latente verplichting is van het MKB, die terugbetaald moet worden aan de overheid. Maar waarvan dan? Want je bent soms een jaar of anderhalf jaar met tussenposes mee. Is dat inclusief achterstallige belasting? Nee, dat is los daarvan. Los daarvan? Dat is los daarvan. En als je het bij elkaar optelt? Dan zit je bijna op 70 miljard. 70 miljard, ja. Ja, dat is een latente verplichting. Wat de komende jaren opgehoest Wat de komende 4-5 jaar opgehoest moet worden vanuit lopende dingen. Ik zat toevallig net hier onderweg in de auto daar nog met iemand over te praten. Dat is ook waarom je op dit moment, denk ik ook bij de horeca van die, ja, toch wel wat rare prijzen ziet. Ik wil, als je een keer een tosti, een kop koffie, of twee ja, tosti's ja, en twee kop koffie, blauw, ja. Dan ben je 21,75 euro. Ja, je betaalt die blauw. Ja. Ja, zij moeten wel, want ze moeten en de overheid terugbetalen. Ze hebben het personeel voor hun rekening genomen voor niets. Dus de fondsen, het spaargeld is op. Dus het moet een keer aangevuld worden. Dus ja, uiteindelijk. Ja, nou werd er natuurlijk altijd gewezen op die ruime zakken, die diepe zakken van de overheid. Je hebt natuurlijk tot die ondersteuning gehad van de werknemers, hè, met die nauwregeling. Ja, nou ja, maar als je wil niet weten hoeveel dat weer terug moeten betalen. Omdat ze toevallig 1000 euro meer omzet hadden gehaald in een bepaalde periode. Maar dit gaat dus onder andere over die nauwgelden. Ja. En dan heb je het in totaal over 20 miljard. Ja. Het fnuikende daarvan is dat op een bepaald moment de wet, zeg maar, de coronaregels werden weer vrijgegeven. Nou, die ondernemer ging weer aan de gang. Maar nu telt dat stukje dat hij in die paar maanden dat hij dan wel weer even open kon zijn, die telt wel mee voor de bepaling van de rest. En dan zeggen ze allemaal van, ja, nee, je hebt nou te veel verdiend, dus dat je 9 maanden dicht bent geweest, maakt niet uit. Maar anders bij elkaar vinden we dat je daar nou, geen recht op hebt. En dat moet alles wat moet terugbetaald. Wacht even, ik begrijp hem even niet. Leg nog eens uit. Dus. Uiteindelijk krijg je subsidies op basis van de getallen en de gegevens die je in het verleden min of meer gerealiseerd hebt. Mm-hmm. Maar dat wordt gecontroleerd over wat je wel gerealiseerd hebt. Mm-hmm. Nou, op het moment dat jij dus dicht moet en je gaat een bepaalde periode niet mee, mag je open, dan wordt daar heel excessief naar gekeken en zeggen ze, ja nee, dan heb je geen recht op die subsidie. Dus nee, wat moet je terugbetalen? Omdat... Maar ook over die periode dat je dicht was? Ja. Ja, dat is juist. Maar dan tellen ze het bij elkaar op en kom je dan boven een bepaald Ja, dat is hetzelfde percentage. Als dat je jouw inkomen zou nemen en je bent toevallig een keer 1000 euro door een grens heen, dan moet je meer belasting betalen over je laatste stap. Nou, zo wordt er ook gekeken naar deze. Er zit weinig compassie in, er zit geen menselijke maat in, er wordt helemaal nergens naar gerekend. En ik denk ook dat. Maar goed, ja. Ja. Dat komt omdat ze vinden dat die ondernemers dat komt toch dus door. Dat komt dus eigenlijk door het systeem dat ze opgetuigd hebben, ja. De criteria. Ja. Maar is daar geen beweging in te krijgen? Nee, want daar ben je mee akkoord gegaan. En kijk, je bent er mee akkoord gegaan, je hebt het aangevraagd, je hebt het gehad. Dus nu is het klaar. En dan is het in principe is klaar. En wil je daar als maatschappij weer wat aan doen, zul je voldoende claims moeten verzamelen om een echte vuist te kunnen maken tegen die overheid. Want als jij als enkelvoudige ondernemer gaat zeggen, ja, ik vind het niet eerlijk dat ik die 150.000 euro naar terug moet betalen. Ja. Tegelijkertijd hoor je dat de winsten dus gigantisch zijn van bedrijfsleven. Hebben we het dan weer over de verkeerde groep? We hebben het weer over de verkeerde groep. Mm.
Dan heb je het over de leden van VNO-NCW die de aanvoerlijnen beheren. Die, zeg maar, de huidige prijsverhogingen is ook een kwestie van hoe creëer je schaarste. En vanuit die schaarste kan je een andere prijs neerzetten. Maar daar heb je als lokale ondernemer heb je alleen maar in mee te gaan, omdat jouw inkoop wordt anders. En welke groepen zijn nou het zwaarst getroffen, voor zover jij dat kan overzien? Dezelfde groepen waar we een jaar geleden al over gehad hebben, dus horeca en met name retail. Kijk, alles wat je met de hand kan doen, dat kan je niet automatiseren, ja. Dus dat komt er wel uit. Er is bij mij thuis nu een schilder aan de gang. Ja, dat kunnen we niet automatiseren. Die zal in een hele grote mate zijn werk wel blijven houden en daar een meer dan fatsoenlijke beloning voor krijgen. Maar ja, als je nu 50 vierkante meter huurt en je wil daar dingen verkopen en je hebt te maken met een concurrent die Amazon heet, die hier in Nederland geen btw hoeft af te dragen, moet je daarmee concurreren? Hoe dan? Hoeveel mensen hebben zich aangesloten bij die coronaclaim? Nog veel te weinig. Graag zou ik mensen ook willen oproepen bij deze om... mensen die zich herkennen in het verhaal, die zeggen, ja, ik ben oneerlijk behandeld. Het is niet fair wat er bij mij gebeurd is. Ik ben te goede trouw geweest. Ik heb de overheid geloofd. Ik ben erin meegegaan, maar ik moet nu het gelag betalen. Klik een keer op de website. Maar is het nou zo dat jij het dramatische voorstelt? Nee, dat was allemaal waar. Of... Want je zou toch zeggen, op zo'n moment, wanneer een dergelijke initiatief genomen wordt, dan en je zit in de problemen, dan sluit je daar toch bij aan? Ja, dat dachten wij ook. Dat dachten wij echt. Het wordt overlopen. Ja. Nou, dat gebeurde niet, vinden we graag. Nou, dan ga je ook weer eens een steek doen, dan ga je bellen. En dan zit je weer, zeg maar, op het snijvak van die zelfstandigheid, de zelfredzaamheid. Die ondernemer wil het gewoon zelf doen. Zelf doen, ego die daar speelt. Van, ja, hallo, moet ik nou gaan bedelen om iets? Weet je, dus dat speelt ook mee. Mm-hmm. Ik was van het weekend bij de kapper. Nou, kapperszaak, 5 man personeel. Zij zijn sinds dat ze weer open zijn, claimde deze eigenaresse dat ze zelf nog maar de helft van haar salaris eruit haalde wat ze voorheen had. Want ze moet nog terugbetalen. Mm-hmm. En ze moet inlopen. Nou, dus die snijdt echt in eigen vlees. Maar ze is blij dat het nog open is. En ze zijn blij dat ze niemand hebben hoeven ontslaan. En als je dan tegen diezelfde vrouw zegt, ja, maar weet je dat het nou mogelijkerwijs er weer aan gaat komen? Hoe zit dat in omringende landen, bijvoorbeeld in Duitsland? Ik kan daar wel op fantaseren, maar daar heb ik me niet op voorbereid. Okay. Dus daar had ik niks. Nee, want ik denk dat binnen Europa dit natuurlijk ook wel een breder probleem is. Dat in zijn algemeen zal het een breder probleem zijn, maar ieder land had zijn eigen maatregelen. Ja. En de meeste landen zaten niet zoals op de manier zoals wij dat. Hoe kijk jij naar de komende 2-3 jaar? Vanuit wat we nu achter de rug hebben. Vanuit corona of vanuit ondernemerschap? Ja, ondernemerschap en corona. En wat je zegt zelf, nou, we hebben het over een schuld van in totaal 70 miljard. Zowel de achterstallige belasting als de subsidies die teruggevorderd worden. Ondernemers die het met name in jouw achterban, die het behoorlijk zwaar hebben. Daar persoonlijk ook nogal een veer van moeten laten. Hoe gaan die komende jaren eruit zien? We hebben inmiddels de stijging van de energieprijzen, die op allerlei manieren natuurlijk ook het ondernemerschap zwaar raakt. Ja. Dat zal ook zijn weerslag hebben op het gedrag van burgers en consumenten. Die verbouwing die ze al dan niet gaan doen. Of dat, uitstellen. De kleding die ze... Of het etentje dat ze al dan niet... Hoe kijk jij naar de nabije toekomst? Ja, hoe ik daarnaar kijk is dat het is mijn verwachting dat een deel van dat tekort op die arbeidsmarkt op die manier zal worden ingevuld. Er zullen namelijk gewoon bedrijven gaan verdwijnen, personeelsleden zullen hun baan kwijtraken, maar er is wat dat gaat, zou er voldoende emploi moeten zijn in andere sectoren door om te scholen en bij te scholen.
Dus wellicht is dat wel een bewust geanceneerd verhaal, omdat behoorlijk op te vangen op een normale manier. Want je net ook zelf al aanhaalt, met wat mensen hier naartoe halen en een blik 165.000 buitenlanders open trekken om dan maar hier in de arbeidsmarkt te gooien, dat is het ook niet. Nee. Dus op het moment dat je sectoren langzaam maar zeker kan laten verdwijnen, ja, dan zullen die mensen die daar nu actief zijn, of je nou ondernemer bent met een klein bedrijf of daar werkzaam bent, je zal wat anders moeten gaan doen. Je kan moeilijk bij de supermarkt aankomen en zeggen van nou. Maar dit klinkt bijna als wat ze dan tegenwoordig noemen conspiracy, hè? Dat het een groter plan is waarin eigenlijk die kleine ondernemer het vooral moet ontgelden. En dat dat tegelijk ook een manier is om bepaalde tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Ja, maar ik weet niet of het conspiracy is. Het is A, vind ik het, wordt het iets te makkelijk gebruikt. Nee, dat is even. Ik zeg ook niet dat het daarmee onwaar is. Maar ik vind hem wel leuk. Kijk, op het moment dat je niet het geldende, althans het thans geldende verhaal ondersteunt, dan word je al heel snel in de kant gezet van iemand die conspiratietheorie vul het maar in met allerlei woorden is dat negatief. Maar het zou raar zijn, ik bedoel, dat is mijn antwoord altijd op dat soort dingen, dat wij een overheid hebben, dat als ik kan terug gaan kijken naar de arbeidsmarkt, en ik kan dat voor een jaar of 20 doen, omdat ik zelf toevallig wel onderzoek naar gedaan heb. Mm-hmm. Ik betijd te weilen, maar dat zijn maar een paar tellen per jaar, vind ik mezelf heel briljant. Mm-hmm. Er zijn echt mensen die veel briljanter zijn dan ik. Als ik het heb kunnen zien, dan zal die overheid het ook gezien hebben. En dan is het toch helemaal niet gek om te veronderstellen met een miljoen ambtenaren die we hebben, dat die in scenario's gaan zitten denken en zeggen van nou, als we dat zouden kunnen doen, dat zouden kunnen doen. Dus dat, ik vind dat helemaal niet gek. Ik vind het juist, ik vind het eerder gek om er maar te vanuit te gaan dat wij een overheid hebben die altijd voor ons zal zorgen, die altijd voor het gemiddelde individu het beste zal doen. Ik denk dat dat veel gekker is om te denken. Ja, maar is dat dan een reden om de overheid te wantrouwen? Of is het zo dat er misschien te weinig visie is, zodat bepaald soort lobby's heel succesvol zijn, zoals bijvoorbeeld van VNO, NCW? Een overheid wantrouwen. Dan zit er dus helemaal geen plan achter, wou ik maar zeggen. Nee, maar ik denk dat er bij een. Je zou verwachten dat er bij overheden plannen achter zitten, omdat er voldoende competente mensen werkzaam zijn binnen het ambtenarenwezen. Nou, jij kun je eigenlijk niet voorstellen dat over deze problematiek niet is nagedacht. Nee. Als dat wel zo is, dan moeten we vanaf morgen het werkelijk anders gaan organiseren. Want dan is er echt wat mis. Maar het zou toch gek zijn dat we nou niet nadenken over hoe het de komende 10, 20 jaar eruit zou moeten zien. Ik word juist helemaal chagrijnig. En dat vind ik conspiracy, dat iedere keer hebben we weer een crisis. Denk je, hè? Hoe kan dat nou? Er zijn dingen die je met een beetje gezond verstand, of zoals ik boven mijn eigen post op de social media zeg, en ieder die denkt zal zien, je ziet dingen al aankomen. Nou, dat is toch gek dat die overheid daar niet op anticipeert en altijd maar het aan laat komen op een soort mes op de keel situatie van Jan Alleman. En dat je effect is altijd. Ja, we zien dat bij die boeren ook weer natuurlijk. Het effect is altijd dat je meer moet gaan betalen. Maar oplossen, dingen oplossen. Nou ja, maar gewoon hier wreekt zich misschien toch ook wel het gebrek aan een echte lange termijnvisie. Ik bedoel, we hebben een premier die zich daarop liet voorstellen dat hij geen visie had. Het overgeven aan eigenlijk allerlei partijen waar je geen greep op hebt. Zodat er ook geen, wie zou ik kunnen zeggen, geen maatschappelijk draagvlak. Nee, maar ook geen beeld is van, laten we zeggen, de grotere maatschappelijke ontwikkelingen en wat je daar als overheid mee wil. Dus dat je heel erg gewoon losse problemen hebt die op de korte termijn, waar je dan ad hoc oplossingen voor probeert te verzinnen, maar niet een brede strategie ontwikkelt over, nou ja, dit betekent bijvoorbeeld de vergrijzing, en daar gaan we zus en zo'n beleid op doen, dit is het over 10 jaar, dit is het over 20 jaar. Dus die lange termijn ontwikkeling. Ja, daar moet je wel op investeren. En als ondertussen de politiek zelf ook heel instabiel aan het worden is, denk aan de fragmentatie die we ook daar zien. Ja, wat je daar ziet is de fragmentatie en de gemiddelde, zeg maar, zittingsduur van bewindslieden. 4 tot 6 mensen. 4 tot 6 jaar.
Dat betekent dus dat nu investeringen doen die over 20 jaar lonend zijn. Ja, ik ken weinig politici die dat, dat vermogen hebben, maar dan ook het lef hebben om dat te doen. Ja. Want je scoort er vandaag niet mee. Nou, dan heb je ook nog, hè, even teruggrijpend op het begin, dan heb je hebt een paar ongelooflijk grote multinationals die op jaarbasis meer doen dan menig land aan zich. Ja. Die politici die willen graag daar actief worden. Ik heb in het verleden wel vaak gezegd, ja, ik ken geen politicus. Ik ken er dan één die zegt dat hij buschauffeur geworden is. Maar de meeste politici die worden uiteindelijk ergens directeur. Die komen in dat netwerk terecht. Die komen in dat netwerk terecht. Ofwel in een NGO-achtige constructie. Dan wel komen ze in de raad van commissarissen, of raad van bestuur van een grote organisatie terecht. Niemand wordt groenteboerentje Chase Gedeel. Niemand. Dus het voorland is daar helemaal niet. Men is daar niet mee bezig. En dat vind ik mijn grootste bezwaar richting de politiek. Dat er geen plan is daarvoor. Men heeft geen plan. Maakt niet uit of je VVD heet, of Forum, of CDA. Er is geen plan voor het midden- en kleinbedrijf. Niemand heeft dat. Nou, en dan krijg je stuk. Nou, als je dan naar Europa kijkt, dan zie je dat wij in steeds grotere mate een provincie worden in het land wat Europa heet. Laat ik het dan maar zo even vertalen. Maar dan zie je dat je daar tegen dezelfde problemen aanloopt. Diezelfde multinationals zijn net zo machtig in Europa als dat ze dat zijn binnen Nederland. Nou, en als je dan op wereldschaal kijkt, dan zie je dat het gewoon door een paar duizend bedrijven en een aantal NGO's wordt in feite in steeds grotere mate de wereld gerund. En is dat erg aan zich? Nou, misschien ook niet. Nou ja, goed. In ieder geval is het duidelijk dat jullie daardoor in de verdrukking komen. Ja, we hebben er geen invloed meer op. Ja. Als je het hebt over, als je zegt democratische beginsels vind je belangrijk. Als je wil hebben dat je er een stuur op kan zetten, dat je een aantal dingen voor je bevolking anders wil, dan heb je daar geen invloed meer op. En CEO's van beursgenoteerden bevestigen dat ook, dat zij daar niet mee bezig zijn. Nou, we hebben dus geen invloed op de multinationals die in steeds grotere mate van belang worden voor alle aanvoerlijnen van alles wat we eten, drinken nodig hebben. En wat je ziet is dat zeg maar de NGO's die zouden moeten waken voor het algemeen belang, daar hebben we ook in steeds grotere mate minder invloed op. We zijn als Nederland lid van een vereniging die Verenigde Naties heet. We zijn als Nederland lid van een vereniging die de WHO heet. Maar ja, het lid Nederland heeft ten opzichte van die 160 andere leden, die kunnen wij wel stamvoeten, maar uiteindelijk als die 159 links af willen, dan hebben wij nou maar twee keuzes. We gaan mee of we zeggen het lidmaatschap op. Ja, nee, helder. Dit is inderdaad een hele brede problematiek rond globalisering. En ik denk dat globalisering is, als je het zo zegt, is denk ik uiteindelijk de doodsteek voor het midden- en kleinbedrijf. Maar dan ook over de hele wereld. Omdat uiteindelijk, als je het ergens centraal kan maken en je kan het makkelijk verschepen en makkelijk transporteren, ja, dan kan je altijd op zoek gaan naar de goedkoopste plek waar je het laat maken. En dan, Ja, helder. En het is vanuit dat perspectief ook dat jij kijkt naar een aantal lobby's en de dingen die worden voorgesteld. Ja. En die zeggen dat is eigenlijk niet in het belang van dat midden-klein bedrijf. Nee, klopt. Waar dat sociale aspect heel belangrijk is en die verbinding met met de samenleving. Met de samenleving. Ja. Oké. Pankras, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Nee. En ik hoop dat in ieder geval dit geluid ook Den Haag bereikt. Ja, dat hoop ik ook. Ik acht jullie daartoe in staat. En daarom ben ik ook blij dat ik hier weer mocht komen om dit te vertellen. Dank je wel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.